Bijna vier jaar geleden waren de Olympische Spelen in Rio de Janeiro, Brazilië. Wij, acht roeiers en een stuurman, waren goed, waren goed op weg. We waren er klaar voor. Met drie van hen was ik al wereldkampioen geworden. We hadden een bronzen medaille op het voorafgaande wereldkampioenschap. En in het voorseizoen wonnen we twee belangrijke wedstrijden. In deze wedstrijd, deze Olympische Spelen, zouden de kroon van mijn carrière worden. Olympisch goud. Het werd slechts brons. Familie, vrienden, fans, iedereen was waanzinnig trots. Maar ik voelde het niet. En iedereen die wilde met mijn medaille op de foto en zonder problemen stond ik hem af. En ik weet nog goed dat een van de eerste woorden. was een scheldwoord tegen mijn broertje, die vooraan in het publiek stond. En nog voor dit feest losbarstte in het Holland Heinekenhuis, wist ik het zeker. Over vier jaar. Stijker weer. Maar zo vastberaden en gedreven als ik toen was en nu ben, was ik vroeger niet. Ik was wel een fanatieke jongen op school, al heette dat toen braaf of saai, maar in sport zeker niet. Dat kwam pas eigenlijk op mijn vijftiende. Enigszins onzeker, niet zo lekker in mijn vel. En toen ik op een dag bij een vriend op de weegschaal stond, stond daar 105,8 kilo. Veel te zwaar voor mijn lengte destijds. En ik besloot het resoluut anders te doen. Geen snoep, water drinken en meer volleybal. De sport van mij. En door dat meer volleyballen werd ik ook steeds beter. Maar bovenal werd ik blijer. Op dat moment realiseerde ik me eigenlijk dat je zelf de regie kunt nemen over je leven. Je kunt zelf bepalen hoe je je leven inricht. En dat lekkere gevoel en dat fanatisme wat ik toen had ervaren, dat nam ik mee toen ik hier in Utrecht geneeskunde kwam studeren. Maar ik heb me ook aangesloten bij de Utrechtse Centrum Triton, waar ze altijd op zoek waren naar grote, sterke en fanatieke jongens. En al snel slokte dat roeien veel tijd op. Maar ik vond het geweldig om met steeds weer nieuwe teams hogere doelen te stellen, wedstrijden proberen te winnen en dat steeds op een hoger niveau. Inmiddels zijn we al een heel aantal jaren verder. En kan ik zeggen dat ik ook eindelijk arts ben? Ik heb er geen zes jaar over gedaan, maar elf jaar, met een aantal tussenpozen. Het heeft met name wat extra collegegeld gekost, maar ik heb er zeker geen spijt van. En al snel merkte ik dat ik door het roeien vertraging opliep in mijn studie. Maar ik wist dat ik op dat moment wilde investeren in mijn fysieke potentie, want ik wist ook dat studeren en werken. Dat dat op de lange termijn ook nog wel zou kunnen. En dat ik waarschijnlijk de rest van mijn leven nog wel zou moeten werken. Die vertraging die ik uh, opliep, bracht me eigenlijk ook nog wel veel verder. Want doordat ik wat ouder was als co-assistent, wist ik ook wel beter wat ik wilde, wat ik niet wilde. Ik kende mijn grenzen beter en ik kon opnieuw wat beter mijn leerproces uh, inplannen. En die planning. Die liep vanaf de Olympische Spelen in Rio de Janeiro, toen ik nog vier jaar moest, tot en met Tokio. En dat zou betekenen dat ik drie pittige jaren met heel veel kooschappen zou lopen. Waarin ik met name buiten het wedstrijdseizoen de kooschappen zou lopen en tijdens het wedstrijdseizoen me zou richten op het roeien. En vorig jaar was dan eindelijk zover dat ik mijn studie had afgerond. En ik zou het laatste seizoen, het Olympische seizoen, volledig richten op het roeien, en niets zou me daarvan weerhouden. Maar toen kwam het coronavirus opzetten. En als sporter leer je, je eigenlijk afsluiten van afleidingen van de buitenwereld. En probeer je risico's te vermijden. Dus al snel vertrokken wij als trainingsgroep naar een quarantainesetting. Maar als arts volgde ik het nieuws natuurlijk op de voet. En toen al snel bleek dat de druk op de Nederlandse zorg toe zou nemen, en internationaal, gezien de enige twijfel was over de Olympische Spelen, maakte dat bij mij iets knapte. En het was op 17 maart tijdens een lange ochtendtraining op de roeimachine die op dat moment in de boerenlood stond. schoten we mij te binnen. Wat ben je aan het doen? Wat doe je hier? Het is een wedstrijd waarvoor je nog niet gekwalificeerd hebt, die misschien niet eens doorgaat en je bent fit, gezond en afgestudeerd arts. En op dat moment besloot ik mijn doktersjas weer aan te trekken. En het zou een beslissing zijn die consequenties met zich mee zou brengen. Want ik zou me op dat moment niet meer goed kunnen voorbereiden op de volgende Olympische Spelen, die van Tokio als ik op dat moment in het ziekenhuis zou gaan werken. Dat zou wellicht het einde van mijn roeicarrière betekenen. Maar ook zou het gevolgen hebben voor een aantal anderen om mij heen. Zo zou mijn ploeggenoot Jacob op zoek moeten naar een nieuwe partner. En de Holland 8 naar een nieuwe reserveroeier. En dat allemaal speelde zich af tijdens die training. En ik moest nog de helft van de training. En ik had af kunnen stappen, de training kunnen staken, maar zo zit ik niet in elkaar. Ik maak af waaraan ik ben begonnen. En die laatste halen, ik leg de hendel neer, die voelen als een opluchting. Want ik ben klaar om actie te ondernemen en mijn dienst aan te bieden in het ziekenhuis. Maar zoals jullie net al zagen, bleef dat niet geheel onopgemerkt. Maar hoe kom je nou tot zo'n keuze? Hoe weet je of zo'n beslissing je gelukkig maakt? En om dat laatste maar meteen antwoord te geven, ik denk niet dat je kunt weten of zoiets je gelukkig maakt. Geluk zou dan naar mijn mening ook niet een concreet doel moeten zijn, maar gevolg van de reeks keuzes die je maakt in je leven, waarbij je je hart volgt, doet wat goed voelt of waar je blij van wordt. Voor mij, tijdens die training, werd ik overvallen door die gewaarwording. Want ik was het helemaal niet gewend. Normaal zou ik een dergelijke grote beslissing nemen op basis van afwegingen en scenario's. Ik zou bijvoorbeeld eerst geïnventariseerd hebben of ik wel daadwerkelijk nodig ben in het ziekenhuis. Of het definitieve besluit afwachten van het Internationaal Olympisch Comité. Of de Olympische Spelen wel daadwerkelijk doorgaan. Op dat moment dacht ik een beslissing te nemen, en dat denk ik nog steeds, waarop ik later met een positief gevoel en trots terug kan kijken, maar waarvan ik op dat moment de uitkomst nog niet wist, want dat deerde me niet. Want op dat moment was voor mij de grens bereikt, waarbij mijn eigen eigenbelang in de sport niet meer opwoog tegen de maatschappelijke verantwoordelijkheid rondom gezondheid. En het was ongetwijfeld makkelijker geweest om gewoon door te gaan met trainen, maar ik wilde mezelf later in de spiegel terug kunnen blijven aankijken. Keuzes maken en dat soort beslissingen nemen moet je tot op zekere hoogte zelf, maar hulp vragen mag. Niemand kan alles alleen, niemand heeft zijn of haar succes alleen zichzelf te danken. Niemand is perfect. Sowieso is succes niet gegarandeerd. En iedereen komt tegenslagen gekregen. Ik heb ook blessures gekend en ik heb niet de positie in de trainingsgroep door mijn studie die ik had willen hebben. Maar ik zie dat als een kans. Een kans om te grijpen, om af te maken waar ik ben begonnen en uitdagingen om uitdagingen aan te gaan. En nu heb ik makkelijk praten, maar dat is voor mij ook een proces geweest. Ik heb ook moeten leren dat niet alles vlekkeloos verloopt. En dat soms een deel van het succes in het proces zelf zit. Dus het bewust doorlopen en meemaken van het proces en met name genieten van het proces. Is belangrijk om je tegenslagen te overwinnen en die successen te behalen. En successen, um, die hoeven eigenlijk niet altijd van wereldformaat te zijn. Zoals een van mijn mooiste overwinningen, niet mijn Olympische medaille of een wereldkampioenschap of een Europees kampioenschap, maar eentje eigenlijk hier dichtbij: op een studentenkozen roeiwedstrijd op het Amsterdam-Rijnkanaal. En jullie denken: nou ja, die is vast gek. Want de Olympische Spelen is toch het allerhoogste wat er is, ook nog op het podium. Sportief gezien is dat misschien ook wel zo. Maar qua beleving, het delen met anderen en zelfs ja, het voelen van geluk, voelde ik bij deze wedstrijd veel sterker. En je moet het zien als een soort boat race tussen Oxford en Cambridge, maar dan van de lage landen, waarbij elke uh, roeivereniging vier roeiers mag afvaardigen om het jaarlijkste elkaar op te nemen. En dat was mijn vereniging Triton al sinds 1967. Niet meer gelukt om deze wedstrijd te winnen. Maar vorig jaar zou het uiteindelijk zover zijn. Triton kan reageren, Triton kan 52 pareren. 52 jaar hebben we hierop moeten wachten. En het gaat ze gewoon lukken. Het gaat ze gewoon lukken. Triton gaat de Varsity winnen. Eindelijk is het zover. Nog een klein stukje. Het is gewoon Herald Lange. Kai Hendricks, Jacob en Jacob die hem binnenhalen. 52 jaar heeft Triton hierop moeten wachten. En we kunnen het zeggen: Triton wint de, de Varsity. Jawel, dames en heren. Weet u het nog? Was je erbij? Was je erbij toen de Varsity Timon? Dit was een van de weinige feestjes waar ik echt heb genoten. Maar waarom ik jullie dit ook wil laten zien, is om te benadrukken dat je in een dergelijke overwinning niet zozeer de individuen wordt behaald, maar door een sterk team. En dat een team wordt gevormd, niet alleen door de roeiers, maar ook door de stuurvrouw in ons geval en door de coaches en mensen in de vereniging. Als je nou kijkt naar die verschillende rollen binnen zo'n boot. In een dan bijvoorbeeld de acht, misschien wel de bekendste boot. Dan hebben we vooral de stuurman of stuurvrouw die de wedstrijd leest en de tactieken bepaalt. Dan zitten daar de slagen die bepalen het ritme en het aantal slagen per minuut. Daarachter het powerhouse, de krachtpatsers, de plek waar ik eigenlijk altijd zit. Focussen op die ene taak: zoveel mogelijk kracht leveren van begin tot finish. En achteraan de boegen, wat meer technische roeiers die de balans houden. En zoals je kunt zien, zie je eigenlijk alleen maar de rug van je voorganger. Er is dus geen ruimte om te communiceren. En het draait dus allemaal om vertrouwen, om op elkaar ingespeeld te raken. Um, en zodat je weet wat je elkaar hebt in het heetst van de strijd. En ik zie eigenlijk wel parallellen met ook het werk zoals ik dat heb gezien in de zorg. En zoals jullie allemaal misschien wel hebben gezien, worden patiënten behandeld aan het bed. Door artsen en verpleegkundigen. Maar op de achtergrond zijn er veel meer mensen bij betrokken, die allemaal een eigen rol hebben in dit het leven van die prestatie. Namelijk de goede zorg. En daarbij is het ook niet altijd tijd en ruimte om met elkaar te communiceren. En draait het ook om vertrouwen en op elkaar ingespeeld raken. Dus creëer een sterk team om je heen. En het hoeft niet altijd professioneel te zijn. Dat kan ook in je privéleven. Maar creëer een team om je heen waarop je kunt vertrouwen. Maar waar sta ik nu eigenlijk? Tot welk team behoor ik op dit moment? Het is zo'n drie maanden geleden dat ik besloot mijn doktersjas weer aan te trekken. Uiteindelijk heb ik maar twee weken hoeven werken had ik met name een ondersteunende rol, waarbij ik niet direct coronapatiënten hoefde te behandelen, maar met name zieke collega's heb vervangen. En na die twee weken nam het aantal coronapatiënten in de regio eigenlijk alweer af Dan was mijn inzet niet direct nodig. De noodzaak die ik toen voelde, was er op dat moment niet meer. En toen mij het nieuws bereikte dat de Olympische Spelen definitief zouden worden uitgesteld naar volgend jaar. voelde dat als een kans. Een kans om toch nog één keer aan de Olympische Spelen mee te doen. En mijn carrière als roeier af te ronden en niet af te breken. Maar zou ik opnieuw dezelfde keuze nemen om, mocht er een tweede golf komen? Zeker weten. Maar voor nu ben ik Kai de roeier die volgend jaar tijdens de Olympische Spelen gaat afmaken. Waarna hij is begonnen. Dank jullie wel.